Het maken van een CTG. Bij een consult of opname op afdeling verloskunde wordt er bij een zwangerschapsduur vanaf 24 weken altijd een CTG, cardiotocografie, gemaakt. Bij een CTG, oftewel hartfilmpje van de baby, wordt gedurende tenminste 30 minuten en tijdens de bevalling continu de hartslag van de baby en het samentrekken van de baarmoeder geregistreerd. Deze gegevens worden tegelijkertijd vastgelegd en geven informatie over de conditie van de baby en de activiteit van de baarmoeder. Ook wordt je eigen hartslag geregistreerd. Het is verstandig om voor het maken van een CTG naar het toilet te gaan. Voor dit onderzoek lig je op een bed en worden door middel van elastische banden twee knoppen op je buik, waarvan één met gel bevestigd. Het onderzoek is niet pijnlijk en niet schadelijk voor je kindje.